Hallo iedereen, welkom op de laatste dag van augustus alweer. My god, 2021 gaat nog sneller voorbij dan gelijk welk jaar voorheen. Tenminste, dat is mijn ervaring. En elke morgen vraag ik mij af van, oké, waarover gaan we het vandaag hebben? Wat mag er vandaag gedeeld worden? Over welk thema mogen we het hebben? En terwijl ik deze ochtend mijn tanden aan het poetsen was, dan hoorde ik van... kwam er eigenlijk een hele conversatie op gang met mijn gidsen. En het ging over ontgoochelingen. En daar wil ik het met jou vandaag over hebben. Hoe ga je om met ontgoochelingen, maar op een bewuste manier? Dus vanuit een hoger bewustzijn. Want wanneer je in het leven geconfronteerd wordt met een ontgoocheling, dan is dat eigenlijk niets meer of niets minder dan dat je verwachtingen had en dat die niet gerealiseerd zijn. Je had een bepaald beeld in je hoofd over wat er zou gebeuren. Over hoe dat zou gebeuren, wat dat er wel mogelijk was, wat dat er niet mogelijk was. Alleen is het belangrijk dat je beseft dat je dat eigenlijk een stukje doet vanuit de controlemodus. Dus vanuit het willen gaan controleren, het vanuit willen voorspellen van hoe dat het gaat gaan, zodanig dat je eigenlijk weet wat je mag verwachten. En daar ligt de sleutel. Want eigenlijk op het moment dat we dat doen, dan zijn we niet meer in flow met die overgave en controle. Als ik het voorbeeld gewoon gebruik om het maken van video's. Vroeger schreef ik allerlei thema's op over waarover dat ik het zou kunnen hebben. Maar dan werd dat gecontroleerd en werd dat niet in flow en werd dat niet in energie van vertrouwen opgenomen, geschreven, gemaakt. En dat is hetgeen wat nu wel veel meer gebeurt. Ik ga gewoon weer mee aan die flow en ik probeer 1 video per dag te maken, minstens. Soms zijn dat er meer, soms zijn dat er minder. Maar gemiddeld genomen is het eigenlijk 1 video per dag en dat is oké. En dan, als je die ontgoochelingen ook koppelt aan het gedrag en keuzes dat andere mensen maken of het gedrag dat ze stellen, dan is het eigenlijk het beste om totaal geen verwachtingen te hebben. Ook als het gaat over manifesteren, dat je totaal geen verwachtingen hebt en eigenlijk het resultaat volledig loslaat. Oké, je zet je intentie, maar dan laat je het los. En ja, ik weet ook dat het belangrijk is dat geven en nemen zeker in relaties gelijkwaardig is en in balans is. Maar alleen soms gebeurt het dat de andere net ruimte nodig heeft op de momenten dat jij gelegenheid en wil samen zijn. En ook hier is eigenlijk de enige oplossing een open en eerlijke communicatie, waarbij dat je eerlijk kan meedelen waar dat je zit in je proces, hoe dat je in je vel zit, waar dat je zin in hebt of wat dat je nodig hebt of wat dat je zou willen gaan doen. En door dat dan te communiceren, dan creëer je de mogelijkheid om te gaan kijken waar dat jullie tot een overeenkomst kunnen komen. Dus waar dat jullie eigenlijk allebei water in de wijn kan gaan doen. Maar als er natuurlijk geen communicatie is, om welke voor reden dan ook, ontstaan er frustraties die dan weer voor nieuwe ontgoochelingen zorgen, die dan weer voor meer frustraties zorgen. En waardoor je eigenlijk maar constant drama en drama en drama en drama in jouw relatie creëert. En dat is net hetgeen wat we willen vermijden. Dat is net hetgeen wat we niet willen. Het enige dat we eigenlijk willen is gezien worden, als geliefd voelen, aandacht krijgen en zo meer. Dus, met andere woorden, ongeacht wat de andere doet, deel altijd open en eerlijk je mening. En eigenlijk sluit dit ook een stukje aan bij hetgeen wat ik gisteren verteld heb over het authentiek in jouw relatie staan en vanuit je authentieke energie. En dat houdt, of dat betekent dus dan ook dat je altijd open en eerlijk je mening deelt. Vertel hoe dat de keuzes die ze gemaakt hebben en hoe dat hun gedrag, hoe dat jij jou daardoor ging gaan voelen, wat dat met jou deed, welke angsten dat er boven kwamen, welke gedachten dat er waren, welke verwachtingen dat je had. En dus niet omdat ze zich moeten gaan verontschuldigen, want dan ga je ervan uit dat je een slachtoffer bent. Dus ook hier. Wees bewust over wanneer je besluit te delen, hoe dat je je voelt en wat dat je dacht. Wat zit erachter? Wat wens je daarmee te bereiken? Wat is de intentie daarvan? Want uiteindelijk, niemand is een slachtoffer. En in elke situatie die je meemaakt, zit er een les voor iedereen die betrokken is daarin. Dus zowel voor jou als voor jouw partner. En door ervan op een afstand van naar te kijken, dus vanuit een hoger bewustzijn te gaan naar kijken, dan zijn we veel sneller ook de les gaan zien in de situatie. Nu is het zo dat jij je wel voelt als een slachtoffer, gebruik dan hetgeen wat er gebeurd is om naar binnen te gaan.
Kijk jezelf aan in de spiegel en vraag aan jezelf wat je gedacht hebt. Waar probeerde je controle te houden over de situatie? En misschien wel zelfs controle te houden over een andere persoon. En eens dat je dat helder hebt, kan je gaan kijken hoe dat je het in de toekomst anders kan doen, zodanig dat het voor beide werkt. En ik weet dat op deze manier in de relatie staan voor heel wat mensen nog moeilijk is en onwennig is, want dat is een totaal andere aanpak dan wat de meesten gewoon zijn. Maar dit is hoe gezonde relaties vanuit een hoger bewustzijn nu eenmaal verlopen. De manier waarop we relaties meer en meer zullen gaan vormgeven. En ik ga je zelfs nog iets vertellen. Hoe opener dat je bent en hoe eerlijker dat je ook bent en eigenlijk jezelf volledig toont en authentiek neerzet in je relatie, hoe beter dat je seksleven ook wordt. Want ook daar is het belangrijk om volledig open te zijn, om je volledig kunnen los te laten, om jezelf volledig naakt, letterlijk, tot eigenlijk op het naakte puntje van je ziel, dus niet volledig je lichaam, daar gaat het zelfs niet over, maar volledig naakt op vlak van gedachten, op vlak van emoties en eigenlijk echt je ware essentie, dan ga je merken dat je ook in je seksleven tot veel meer hoogtepunten zal komen. Dus een eerste belangrijk punt om te onthouden is om nooit iets persoonlijk te nemen. De andere persoon is ook een ziel die hier op aarde komt leren. En dat betekent dus dat we het soms verkeerd doen. Dat we soms vallen en opstaan. Dat we met ons hoofd tegen de muur lopen. Onze wonden moeten verzorgen, laten genezen en weer verder gaan. Obstakels zijn er enkel en alleen om te leren hoe dat anders kan. En dus door vanuit liefde naar alles in je wereld te gaan kijken, dus door vanuit liefde naar iedereen in je wereld te gaan kijken, geef je jezelf de ruimte om veel lichter door het leven te gaan. Niet alles is zoals wat jij ziet of maar kan zien. En begrijp en houd ook, en onthoud ook dat mensen door processen gaan waar je zelf misschien zelfs geen idee over hebt. Mensen hebben zorgen, mensen hebben wonden, mensen hebben trauma's. En het is niet omdat ze er niet over spreken of dat je het niet merkt of dat ze doen dat ze gelukkig zijn dat er niets aan de hand is. En daarom is vergeving een heel krachtig tool om jouw leven moeitelozer te maken. Kwetst iemand anders jou door de dingen dat ze doen, dan gaat het eigenlijk niet over die andere persoon. Het gaat over hoe dat jij jou daarbij voelt. En dus vergeving is ook nooit in eerste instantie voor die andere persoon, maar voor jezelf. Om het belastende, die zware emoties die rondhangen, om dat los te laten. Om dat te transmuteren, zodanig dat je verder kan. En zeker in deze turbulente tijden worden veel mensen uitgedaagd en geduwd om hun waarheid, hetgeen wat ze aannemen als waarheid, om dat voor de spiegel te houden. En natuurlijk zijn dat dan eigenlijk nieuwe leerlingen van het leven. Zeker als ze nog maar pas wakker aan het worden zijn. Het is net alsof je de eerste keer naar school gaat, of wanneer je een nieuwe klas of nieuw werk naar nieuw werk gaat. Het is spannend en het vraagt heel veel van jou. Want je stapt immers uit je comfortzone en springt weer in het onbekende. Je weet niet wat er zal gaan gebeuren, of hoe dat zal aanvoelen, hoe dat zal verlopen, of dat eigenlijk wel een veilige situatie is. Dus je probeert eigenlijk vanuit die onzekerheid een beeld op te bouwen van hoe dat zal verlopen. Maar net die verwachtingen en al je oude ervaringen die je nog meegedraagt, kunnen er net voor zorgen dat je net meer stress en meer spanning ervaart. Terwijl dan wanneer je gaat vertrouwen dat alles voor je hoogste goed verloopt, en dat je eigenlijk gewoon de teugels mag loslaten en mag mee gaan stromen op die flow, dan ga je merken dat het eigenlijk allemaal niet zo erg is. Dat het eigenlijk allemaal heel eenvoudig en veel moeitelozer kan gaan. Je hoeft niet tegen de stroom in te zwemmen. En ook niet als het gaat om nieuwe regels te implementeren. Of ook niet als het gaat over nieuwe structuren binnen een maatschappij tot stand te brengen. Alles ontstaat vanuit flow. Jij hoeft enkel mee te stromen en open te zijn om te ontvangen. En dan ga je merken en ga je signalen en boodschappen krijgen. En gaat duidelijk zijn wanneer je wat mag doen op de juiste moment. Op welke dag dat wat mag ontstaan. Welke keuzes je mag maken. Welke wegen je mag inslaan. En zelfs letterlijk ook welke wegen dat je mag in gaan slaan. Als je altijd een bepaalde route neemt en plots krijg je het gevoel en echt dat, in dat buikgevoel dat je eigenlijk een andere weg mag nemen die dag, vertrouw dan ook. Misschien is het omdat die weg daar open ligt of misschien omdat er op die weg daar iets is of iemand is dat jij nu nodig hebt op jouw pad. Volg die en weet dat die nutjes, die kleine zachte pushes van het universum er zijn om jou op het pad te brengen waar je moet zijn, waar je bedoeld bent te zijn.
En ik weet ook wanneer dat vaste structuren wegvallen, dan voelt het alsof dat we op een onbestuurbaar schip zitten in een storm waarvan je totaal nog het einde niet ziet. En natuurlijk is dat beangstigend. Want wat als je zou ondergaan met schip en bemanning en wat dan ook? En iedereen heeft ooit wel een leven gehad waarin dat we inderdaad met man en al vergaan zijn in de zee. Of je kan het vergelijken met dat je op een rollercoaster zit en zonder de bescherming aan te hebben, waardoor je het gevoel hebt dat je elk moment kan gaan vallen. Maar weet dat dit allemaal een illusie is. Dat zijn angsten die niet gegrond zijn, waar dat er totaal geen reden voor is. Want alles wat in je leven gebeurt, is er om jou te leren waar dat pad van jouw ziel ligt. Het pad voor jouw hoogste goed is voor jou uitgestippeld. Dat heb jij volledig uitgeschreven. Zelfs nog voordat je hier op aarde, in deze incarnatie, en zelfs nog voor alle andere incarnaties hier op aarde gekomen is. Dus de enige keuze die je hoeft te maken is of dat je de lessen leert, of dat je één vrijwel gaat gaan gebruiken om het op jouw manier te doen. Maar door te aanvaarden dat het leven is zoals dat het is, dan zal je veel sneller de kansen zien om je leven te verbeteren in de richting van je dromen. En we zijn voortdurend aan het manifesteren. Of je daar nu bewust van bent of niet, zelfs waar je nu mee bezig bent, hier deze video bekijken, is eigenlijk een manier waarop je leven aan het manifesteren bent. En of dat je nu iets goeds, of dat je nu iets doet die goed voelt, of je doet iets wat dan niet goed voelt, dat zelfs maakt niet uit. Dus het is zo belangrijk om je energie wijs te gaan gebruiken en om je bewust te worden van je gedachten en overtuigingen, zodanig dat je enkel nog die dingen manifesteert die ook goed voor je voelen. Dat je nou enkel die ma dingen manifesteert die voor je hoogste goed zijn. En vertrouw in de liefde en alles wat op je pad komt. Ook al lijkt het niet zo, je leven is constant aan het verschuiven. Constant aan is het universum voor jou aan het werken om die dingen die voor je hoogste goed zijn op je pad te brengen. Maar de enige reden waarom dat jij het nog niet zo aanvoelt, is omdat jij het nog tegenhoudt. Omdat jij niet open bent om mee te gaan op die flow. Omdat jij tegen de stroom aan het inzwemmen bent. Nu, op zich is dat ook niet zo erg, want ook dat hoort tot het verder ontwikkelen. Dat hoort tot het groeien, tot het bewust worden. En daarom nodig ik je uit om met mij samen te werken. En als je hier meer over wil leren, want de diepe transformaties waar mijn klanten doorheen gaan, zijn het bewijs dat healing niet lang hoeft te duren. En je hebt enkel iemand nodig die even met je meeloopt, zodanig dat je durft in dat diepe te springen. En dat je weet dat je niet zal verdrinken. En ik wil heel graag voor die persoon voor jou zijn. Het is mijn missie, het is de reden waarom ik hier op aarde op dit moment rondloop. Dus je zou er mij een heel groot plezier mee doen als je met mij wilt samenwerken. Dus wil je de diepte ingaan om je schaduwen te helen en te transformeren, dan nodig ik je uit om mee te doen aan het mentorships groepsprogramma. En gedurende 9 weken ga je eigenlijk door geen verschillende fases van het bewustwordingsproces, van jouw ascensie. En je krijgt tools en middelen aangereikt om je healing in eigen handen te nemen, zodat je nog zuiverder wordt en jij jouw eigen essentie de wereld kan inzetten. Zoals dat jou past. Echt specifiek afgestemd op wie dat jij werkelijk bent. En heb je dan individuele begeleiding nodig om doorheen die uitdagende tijd te gaan? Of als je zegt van het mentorship groepsprogramma is niet echt mijn ding. Ook dan nodig ik je uit om contact met mij op te nemen. Ik werk wel nog 1-op-1, maar ik werk niet meer in losse sessies. Dus als je daar weer wilt over weten, stuur me een mailtje en dan kijken we wat het beste voor jou nu is op dit moment. Zo, dat was het voor nu. Ik hoop dat je weer iets geleerd hebt en dat zien we elkaar in een volgende video. Daag!